is je werk weer voorbij. Zeker. In de file, rij naar rij. Bah. Ben je soms niet langer baas? Zet dan gewoon je radio aan. Geur in de middag. Luister mee. Zing de hits maar lekker mee. Lekker. Jongens, wat een radiostel. En radio. Even lekker kreunen. Show 249 en Freek de Jonge mag vandaag 75 kaartjes uitblazen. En tuinman Rob van Linden is vandaag 69 geworden. En wij zijn er met Jolanda tot 6 uur. En wat zit er in de show? We spelen de finale van het spel. Je steekt er nog eens wat van op ook van de show. En Jolanda, wat leuk dat je mee presenteert. Nou, leuk hier te zijn, Eddie. Het is voor de eerste keer dat jij hier op de stoel van Natasha zit. Ja. Dus we hebben de stoel net droog gefeund. Dus. Ja, waarom hebben wij okselhaar? Dus wat is het nut van okselhaar? Nou, je zegt wij, ik heb ze niet. Nou, dat is eigenlijk inderdaad ook een vraag. Scheren jullie je okselhaar? Ja, ik scheer het heel kort. Ja, jij ook, hè? Ik scheer het helemaal weg. Dus, ik doe dat één keer in de, nou, wat zal het wezen? Eén keer in de maand, dan scheer ik het helemaal weg en dan... Ja. Nou ja, goed, ik zie jou hier ook wel eens bukken. Ik zou hem ook eens even langs je kontje halen. Want het is al een heel pakje Japanse jongens wat eruit kruipt. Het ziet er prachtig uit. En ja. Weet jij veel van Jolanda? Zeg nou, ik weet in ieder geval hoe ze 's morgens klinkt als ze uit de bed komt. Ik sta jou beter. Chris Cross. Wat een flauwe krul. Hebben ze weer dingen gevonden op het internet? Jazeker, ja, wij zeker. Schuimen het af natuurlijk en komen er altijd rare dingen tegen. Ja, wil je graag meewerken aan een beter milieu, maar kom je er maar niet aan toe? Nou ja, ik heb natuurlijk om te beginnen geen kinderen, hè? Dus ik doe al heel veel voor het milieu. Dat is waar. Porno-gigant Pornhub heeft een nieuwe actie gelanceerd. Het bedrijf heeft een pornofilm geschoten op een van de meest vervuilde stranden ter wereld. Iedere view die de video krijgt, doneert Pornhub aan €1 aan Ocean Polymers. Nou ja, wel een aardig initiatief. Goed, hè? Heel goed. Ja, dat vind ik wel goed. Dat vind ik niet eens een flauwekul dingetje, als ik eerlijk ben. Ik vond het wel een opvallend dingetje. Je vond het een opvallend dingetje. Opvallend dingetje. Ja. Dat zeggen mensen in de sauna nooit tegen je, hè?